Deze video is speciaal gemaakt voor de mensen die het boek niet willen lezen, maar toch moeten weten waar het boek over gaat. Deze video zal niet lang duren, want anders wordt het alleen maar saai. Laten we beginnen. In Vlucht Regenwulpen gaat over Maarten. Maarten is een jongen die streng gelovig wordt opgevoed. Ook bij de kleinste fouten die Maarten maakt, krijgt hij een flinke pak slaag van zijn vader. Verder houdt Maarten erg van de natuur en is erg eenzaam. Hij heeft niet erg veel vrienden. Wanneer Maarten naar de middelbare school gaat, ontmoet hij Martha. Hij wordt gelijk verliefd op haar. De andere schoolkinderen merken dat en beginnen hem daarom te pesten. Na zijn middelbare komt hij erachter dat Martha hem eigenlijk niet leuk vindt. Dit laat hem twijfelen aan zijn geloof. In deze tijd sterft ook zijn moeder, om wie hij altijd veel heeft gegeven en die hem als een van de weinigen ook liefde teruggaf. Na zijn middelbare studeert hij ook verder in celbioloog. Hier wordt hij later ook hoogleraar in. Aan het eind van het boek verwacht Maarten dat hij nog maar een paar dagen te leven heeft. Ook maakt hij een bergtocht waarbij hij ten val komt. De nacht daarna ziet hij in kort visioen het gezicht van Martha vervangen. Dit geeft hem een vreemd goed gevoel. Dit is het eind van het boek. Dit was Een Vlucht Regenwulpen voor Dummies. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad.